No, wat cute. Oh. Maar, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is de Shockwave Launcher terug. Yes! Het heeft zo lang geduurd. Het heeft echt wel lang geduurd voordat hij eindelijk terugkwam. Ik wilde namelijk gisteren deze video al maken. Alleen, deed het niet. En dat lag niet aan mij. Want Fortnite zei van ja, hij is unfolded. En vervolgens was hij pas echt om 5 uur geunfold. Dus dat was een beetje naar. Maar hij zit er nu wel in. En als het goed is hij niet heel erg moeilijk om te krijgen. Hij is wel goud, maar het is niet alsof je een gouden scar aan het zoeken bent, laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop dat we die kunnen vinden vandaag. Zou erg nice zijn. Anders zie je deze video waarschijnlijk niet. Maar ik wil namelijk ook proberen om die claw even te pakken, want dat ding is erg goed. En de laatste tijd speel ik daar steeds meer mee. En merk ik toch wel van, nou, pittig goed. We hebben die erbij. Nog een chest. Jazeker, daar kunnen we killen. Oh, Gertje, dankjewel. Wait. Grenades. 1, 2, 3. Oh. 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 Hoe bedoel je, we gaan lekker. Even kijken, hij heeft een shockwave launcher. Komt ie, hè? Oké, even kijken. We hebben dus nu in ieder geval deze shields nog. En we hadden nog een big shield. Oh my. Oh. Go. Oh. Nee. Oh, damn it. Het is tijd. Tijd om het potje keihard te gaan winnen. Kijk, let op. Paarse pump. Let's go. wait a second. Hold up. Hoe? Hoe is het mogelijk? Ik maakte een joke, maar Fortnite dus niet. Oké, dankjewel. Tweede potje in ieder geval. Ik wil dus proberen om nog een keer die claw te pakken. Dat zal wel even top zijn. En we moeten wat meer ammo. En we moeten eigenlijk alles gewoon beter hebben. Pretty much, ja. Yeah. Alleen ik wil zoveel. Ik ben wel in de mood om gewoon vandaag veel te killen en veel mensen te pushen. Maar het is wel lastig om iedereen te gaan pushen wanneer je niet veel dingen hebt. En dat maakt het mezelf alleen maar moeilijker. Gouden scar. Nee, oké, kijk, nu ga je te veel vragen. Big shield niet nodig. Ik ben ready. Ik ben... Oké, oh my... Ben ik nu al ready? Oh no, bro. Hoe nu al? Oké, prima. Blue pump. Wat is er nou een blauwe pump? Scare ding. Zo, shockwave launcher. Let's go. Nou, ik heb niks meer nodig, guys. Alleen nog zo'n ding. Wacht even, spawnen die. Oh, daar. Wat? Wat gebeurt hier? Oh. Komt ie? Kom hier! En... Oh! Wat ben ik blij dat ik terug is, jongen. Holy damn, I freaking love it. Echt, I freaking love it. Zijn die dingen er? Nee, die zijn nog niet gespand. Oh, lama daar. Ah, dat is jammer, maar prima. Ik heb die lama helemaal niet gezien, hoe dan? Ah, die is ook ergens anders geweest waarschijnlijk of zo. I don't know. Erg jammer, maar niet uit. Hij heeft wel een aantal dingen gedropt. Het begint opeens een beetje te regenen, zeg. Moraleur, zeg. Dan hebben we 3 big shields. Ik heb gewoon nu geen ammo meer nodig. Want dat heb ik nu. Maar wel mats. Heel veel mats. Maar ze zijn niet gespawnd, of wel? Zijn ze gespawnd? Nee, hè? Nee. Ze spawnen altijd een beetje in het midden.
Alleen zat het wel een beetje moeilijk om te zien wanneer ze spawnen. Want soms dan hoor je dat hele geluid. Dan hoor je opeens gekke explosie. Dat je denkt van maat, hallo? Wat was dat buiten of was dat in Fortnite? En soms dan hoor je helemaal niks. En dan is het opeens van, oh, ze waren gespawnd. Wat? Huh? Waar, wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Zoals nu ook. Dan wacht je eigenlijk. Maar ja, ik weet niet waarop. Want ze moeten al gespawnd zijn. Nou, ik heb in ieder geval de shortwave launcher. Daar ben ik... Daar ben ik blij genoeg mee. Dat zeker. Gaan we gewoon door? Nee, hè? Kom eens hier. Hé, meneer. Kom. Wat is dit? Heb je mij niet gezien of zo? Heb je mij niet gezien, Digitalis Fico? Wat? Nee, maar waarom... Hè? Huh? Geen idee. Ik hoor nog een enemy. Oh. Serieus, was jij dat? Jongen, vies vuile varken. Waarom ging jij gewoon door een... Waarom kon je er doorheen? Oké, dat was weird. Nou, laten we opnieuw naar de airdrop gaan. Want ze zijn... Ja, die dingen zijn sowieso wel gespannen, maar ik heb ze gewoon niet gezien. Ik was te druk bezig met de kills maken, oké? Als je trouwens de video van Eric nog niet hebt gezien, check die zeker weten even. Het was echt een hele leuke video geworden. Ik wil het zeker weten vaker gaan doen. En wat ik ook vaker wil doen is enemies killen. Ammo is wel gepakt, maar de chest niet. Oh, nog een... Nice. Even wachten. Want I'm on my way. I'm boomba, yeah, I'm on my way. And you about to die. Maar dat heeft niet zoveel nut, hè, bro. Dat is wat ik bedoel. Het heeft gewoon niet zoveel nut, weet je wel. Ik bedoel, je kan weglopen. Of alleen, wat zeggen ze altijd? You can run, but you can't hide. Maar wat ik wilde vertellen was dat ik dit zeker weet... Of die video, die serie, wil ik dus vaker gaan doen. Maar dan met andere YouTubers ook nog. En ik kreeg ook vet veel reacties van... Ja, Rick, dat is keihard genakt en zo. En dat klopt. Maar het staat in de beschrijving. Dus ja. Laat trouwens even in de reactie achter welke jij dus liever had teruggehad. De Shockwave Launcher of de Rift to Go. Ik denk dat het antwoord duidelijk is wat die van mij zou zijn. Maar laat het alsnog maar even weten. Oh. Waar zit hij? Maat, het is zo vervelend dit, hè? Oké. Nice, hij helpt me niet door. Waar zit hij nou? Zit hij boven? Wait. Die guy pusht ook, hè, dus. Wat doet hij nou? Oké. Jongen, dit is zweetmodus dit. Echt niet best. Oh, maar... Oh, dit is zo vervelend, want je aimt... Je probeert raak te aimen, maar... Is moeilijk, man. Ja, dat probeerde ik goed te aimen, maar... Oké, die guy zit daar. Ja, die guy is al lang weg nu. Damn it. Ik wil deze guy killen. Hoe ga ik dit doen? Die guy zit daar nu, oké.
Nice, oké, dat was wel makkelijker dan ik had gedacht. Ik zat helemaal na te denken van, oh, hoe ga ik dit doen? 20 Q plays. Maar dat was helemaal niet nodig, hè. Dit was niet zijn loot. Huh? Oké, je had echt weinig. Damn, bro. Dat echt heel weinig. Maar als je trouwens nog niet geabonneerd bent, zou het heel erg tof zijn als zij dat willen doen. Want er is op dit moment namelijk nog 56% die deze video kijkt nog niet geabonneerd. Dus stel je voor, je denkt, nou Rick, hé, dat abonneerknopje is bij mij nog steeds rood. Klik er dan even op. Dat zou ik erg waarderen. Wat ik ook erg zou waarderen, is dat ik deze enemy kon vinden en wat rockets kon vinden. You're dead, bro. Hij gaat sowieso dat ding gebruiken. Maar dat mag. Eigenlijk wil ik dat juist. Maar dan kan ik hem uit de lucht sprayen. Gebruik hem, please. Dat bedoel ik. Gebruik hem nog een keer. Doe het. Gaat hij nou niet doen of zo? Wat doe jij? Ik hoor niks meer. Oh my. 13. 12. 10. 8. 6. 5. 4. Oh my. Je moet gaan. Je moet keihard gaan nu, jongen. Als iemand mij ook maar ziet, ben ik dood. Als iemand mij... Ik hoor niks meer, want het regent echt keihard buiten. Oké. Okay. Calm down. Als ik nu 1 seconde... Spawnen ze nu pas? Hey, yo, bro. Ik wil dat ding hebben. Heel graag. Echt heel graag. Maar voor wat, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat zien we dan wel. Ik moet nu eerst daar zien te komen. En ik hoor echt niks meer. Oh, ik hoor niks meer. Oh, daar is iemand. Oh, no. Oh, die wil hem ook pakken natuurlijk. Oh, en heeft hij hem nog eerder ook. En dan gebruikt hij hem zo meteen. Ja. Oh! Let's go, maat! Let's go, heb jij een medkit? Nee, die heb je niet. I don't care. Arnold, heb je rockets? Oh, die heb je ook niet. Oh, je had wel eigenlijk wel heel weinig. symbiote, kom maar door. Ik wil eigenlijk dit niet doen. Maar alleen met shotgun spelen is ook niet heel slim. Dus ik ga het gewoon zo doen op deze manier. Maat, ik... Huh? Dat was een gouden. Oh, let's go, dankjewel. Dan hebben we... Oh, wacht trouwens. Dan hebben we meteen die ding. Wait. Dan hebben we meteen... We kregen de paarse pumper uit, bro. Als je je afvraagt van Rick, wat de heck was dat? Dat is nieuw in de game. De vogels zijn geüpdate na deze laatste update. En je hebt nu paarse en gouden vogels. Ik verzin het ook niet, maar het is echt zo. En als je ze neerschiet, krijg je een paars of goud item eruit. We could have been so good together. Maar dat mocht niet. Want ik heb geen rockets. Zonder u. Oh, hey. Hallo. Ik zag je helemaal niet. Wat de heck? We could have been so good to get... Wat? Wat hebben wij een plezier. Ik vind dit zo freaking leuk, hè. I freaking love it. Hebben we nog meer rockets? Nee, hè. Ik had meteen alles opgepakt. Oké. We hebben 10 kills gemaakt. Voelt echt alsof ik er 3 heb gemaakt. Maar oké, maakt niet uit. We could have been so good together. Kijk, hier nog een paar. Kijk. Dan schiet je hem en dan krijg je... Hier, ga je gewoon een scar eruit. Like, bro. Vind je dat niet een beetje overpowered Fortnite? Maar oké, okay, maar niet uit. Ruurt. Oh, ik zag er wel vliegen, hoor, daar. Enemies voelen wel gewoon een beetje... Komt-ie, hè? Hoe heb ik dat niet raakgeschoten?
Ja, nee, dat was slim, wou je zeggen. Waarin je net niet genoeg op creative hebt gezeten, dus die edit faalt. je hebt ook nog een rocket launcher, dat is op zich ook wel leuk. Maar daar heb ik nu niet zoveel aan. We hebben wel 50 HP misgelopen hier. Dat vind ik wel weer een beetje... Oh, wacht. Rick, wauw. Oh my. Oh my! Ik mag hier echt niks zeggen. Het lukte me niet. Ik kreeg opeens gewoon echt een spasma aanval. Het lukte me gewoon niet. Wat was dit? Ik raakte in paniek. Ik raakte gewoon in paniek. Het was gewoon vieze karma. Omdat ik zei van haha, je edit lukte niet. En kijk wat er bij mij gebeurt. Maar edit lukte ook niet. Super dom dit. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou heel erg tof zijn. Hopelijk lachen jullie me niet te hard uit. Pijn. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. En tot morgen. Ciao.